Het is bijna lente en dat betekent veel pasgeboren lammetjes. Een erg drukke periode dus voor schapenhouders. Boelo Rutgers uit Harkstede zit al 55 jaar in het vak en vertelt ons er meer over. En hoe zien die dagen eruit voor jullie? Dat gaat dag en dag door. Daar komt dat neer. Want hoeveel worden er op een dag geboren? Van weekend. Vanaf zaterdagmorgen tot... Nou, ik denk, binnen 24 uur had ik 18 schapen achter elkaar en dat gaat al 3 dagen zo. Hoe gaat het in zijn werk? Is er ook een naverzorging? De schapen die lammeren hier in de groepen. En zeg maar, we lopen steeds bij de hokken langs. En als er dus iemand onrustig is en kussen gaat. En de geboortes, sommigen moet ik helpen, sommigen die doen het op eigen kracht. Als je ze in hokjes hebt, wij hebben een looppaden door, dan kun je ze in de gaten houden. Vooral de lammetjes die dus van meerlingen. Die dus net even een laatste zetje nodig hebben om die speel te vinden, om die een beetje te begeleiden. En daar zit heel veel nazorg in. Dus dit is een 24-uur baan op het moment? Het is ongeveer geen 24 uur, ja. Boelo laat zien hoe hij te werk gaat. En die handen bij hem vast, dat hij onder de aaien komt. Als je hier niks aan doet, dan komt dat niet goed. Nee. En dan drinkt hij. Je hebt net even de laatste zetje nodig. Nee. Dan begint er ook helemaal van te kwispelen. Nou ja, als je kwispelt, dan krijg je ook dat. Hij geeft ons een rondleiding door de stal en laat zijn kampioenen zien. Voor 2 jaar terug was dit de kampioen van Texel. Die is gevangen door Elman. Nee. Heb ik op Texel gekocht. Ik koop dus iedere jaar 1 of 2 nieuwe vakrammen aan. Om een beetje intel te vermijden. Of ik vat mijn eigen remmen. Ik heb hier op zo'n 4 zitten. Ze hebben allemaal zo'n beetje 65 schapen gedekt. Dus en die doe ik apart in hokjes. Want die zijn niet zo heel vriendelijk als je ze bij elkaar doet. Als zo'n rem 1 keer gedekt heeft en je doet ze weer bij elkaar. Vooral die oudere remmen. En je wilt ze een beetje goed bewaren, dan moet je ze apart zetten. Anders vallen ze elkaar aan? Die vallen elkaar aan. Okay. De meeste lammetjes worden geboren in maart en april, dus Boelo heeft het nog wel even druk.